Ja. Zat hij wel aan het tegen mij? Ja. Ja, zat aan de camera. Ik dacht, hij zat niet aan die camera. En dan mag ik ook al. Even goedemiddag jongens. Oh, de klok. Ik heb geen klok meer. De klok is gevallen, kapot gegaan. Ik weet niet, het 4 uur of 5 uur is het. Het is 5 uur. Wat voor datum is het? 29 februari. Het is volgens mij maart al gek. Maart? 29, het is februari hè. 29 februari is het 28 gek. Oh, ook 28 dan. Is het is 1 maart. 1 maart. Zo jongens, goedemiddag. Het is 1 maart, rond 5 uur. We zijn weer terug met het blok van de Aprilia SCV 850. Zoals je ziet, we hebben hem al in elkaar gezet. We gaan even nog helemaal... We hebben het cilindertje opgezet, nieuwe pakkingen. En wat het belangrijkste bij deze motorblok is, als je zo'n blok in elkaar zet, het is schoonmaken. Dus eigenlijk als je zo'n blokje er onderuit hebt gebouwd, moet je met de hoge drukzwaard helemaal schoonmaken. Helemaal vetvrij maken. Dan als je die blok uit de kaap gehaald, de binnenkant mooi schoonmaken, met de remreiniger of Desti helemaal schoonmaken, goed droog maken, lagers. Pas op dat je het lagers niet beschadigt, weer netjes invetten. En ook echt heel belangrijk bij deze motor is, die karters. Mooi netjes schoonmaken die karters. Ik heb er een hele mooie ding voor. Ik heb een speciale schraper ervoor. Voor de pakkingen. Die is zeer belangrijk. Dus vooral de middenpakking, koppakking, voetpakking. Dat je ze even rustig schraapt. Deze is super scherp. Dit is eigenlijk voor de hele dunne rubbers. En dan heb ik deze in verschillende maten. Echt voor dat dikke werk. Weghalen. En dan die kinderen zelf nog een keer een schuurpietje overheen te halen. Moet je doen. En dan doe je het goed, zeg maar. Dus echt belangrijk is, alle pakkingen aan de binnenkant moet allemaal netjes. En dan in elkaar zetten. Even hem even. Dat is die... Even kijken. Kijk, die zit hier aan de onderkant. Zo, ik denk dat je voor alle pakkingen bij elkaar bent. Dus ik heb deze pakking, alle pakkingen bij elkaar. Ik denk dat je wel €200 kwijt bent. Maakt niet uit, maar het is weer helemaal top. Het is wel helemaal top. Voor alle pakkingen. Anders krijg je een lekkage achteraf en zoiets. Dat is niet, dat wil je niet, joh. Het is belangrijk, ja, jullie kennen mijn werk, ik maak altijd alles goed, netjes, mooi, schoon. Volgens mij kost die koppakkingen €45 op stuk. Het is duur hoor. Maakt niet uit, maar het is wel mooi weer, weet je. Hem kraken en ik zie dat de ketting in een keer strak komt staan. Hoppa. Dit is weer netjes. Vast. Hier nog, heb je nog. Dit is één. Dan hebben we er nog eentje hieronder.
Blijf maar hier op gerecht, ik pak een gereedje. Hoppa. Die zit goed vast. Ik heb alles vastgedraaid. 1, 2, 3, 4. Hoppa. Ik voel precies. Demonteren. Eerst deze er vanaf, dan deze. Monteren. Eerst deze erop, dan die. Oh ja, maar die camera vast. Doe het wel. Ah. Nou ga ik jullie wat anders laten zien. Ik schaf hier. Oh, wat klinkt hier lekker. Even kijken. Ik, uit ervaring van mij, weet ik ongeveer waar de merkteken zit. Normaal moet je eigenlijk die deksel erop monteren. Op de deksel zit een merkteken. Die moet tegenover deze staan. Kijk. Als je kijkt. Kun je hier kijken? Ik mag hem inzoomen. Ik ga je even helpen. Zo even inzoomen. Zie je een eentje staan, hè? Zie je dat? Zie je die streep en die eentje? Streep en de eentje moet zo staan. Als hij daar heeft gestaan, kom maar hier. Als hij daar, nee, moet maar eigenlijk, ik ga hem nog een keer slag geven. Momentje, kijk, om beter te zien, om beter uit te leggen. Kijk, ik doe zo. Kijk. Kom maar hier. Zie die pijltje hier? Hier heb je een pijltje met die punt. Moet allemaal door. Dit is een tandwiel. Vind je de distributieketting? Dit is een toertandwiel. Is die. Die staan tegenover. Dan kijk ik hier zo. Nokasoren staan altijd naar beneden. Kom maar hier. Dan staat hij, de merkteken zie je op de dekkel staan. Dus nummertje 1 wat je net liet zien. Deze cilinder dus. We gaan nou naar de volgende cilinder. Wat gaan we dan doen? Kom maar. Dan gaan we draaien. Hoppa. Kijk. Jullie hebben gezien hoe ik hem draaide. Ik draai hem gewoon hier. Zonder enige merkteken. Dit is geen merkteken dit, hoor. Dit is gewoon een kleine beschadiging. Mensen denken het een merkteken. Nee, het is een beschadiging. Ik zet hem hier op. Kijk, je mag hem, zoom eens even in, Homme. Ik zit hem ook gewoon vanaf camera, kijk. Wat zie je? Nummertje 2, toch? Ja, nummer 1 en 2. Ja, nummer 1 was deze. Nummer 2 is deze. Kijk, jullie hebben net gezien hoe ik hem draaide op nummer 2. Kijk eens hier. Precies tegenover die puntje.
die paal precies tegenover dit puntje. Dat geeft aan, zoals ik jullie gezegd heb, ik weet hoe die merktekens staan. Als je dat elke dag doet, dan weet je, klik, die hoort zo te staan. Ik leg het wel uit hier zo, maar het is best wel een beetje moeilijk. Ingewikkeld. Dus, ingewikkeld, ja. En ik denk, ja, ik ga wel even die blokje onder die SVV vandaan halen. Ik douw er even een nieuw zuiger in. Nee, maar zo dat werkt niet zo, hoor. Dus af en toe zien jullie mijn filmpjes maken, hier zo, dan ga je het zelf proberen, natuurlijk. Dan moet je wel een monteur zijn. Maar als je het niet kent, dan moet je er vanaf blijven. Dan maak je kapot. Ik heb mensen, Isa, ik heb gezien hoe je T-Max was maakte, maar ik heb er een chaos van gemaakt. Ja. Maar ik heb gezien hoe je het gedaan hebt. Nee! Ik laat een hele hoop zien, maar sommige dingen zie je niet. Laat ik jou niet zien. Begrijp je? Dus, alhamdulillah, het blokje is klaar. We gaan hem. We gaan eens kijken misschien, of we een krachtige sleutel hebben. Dan gaan we hem draaien met een. Gaan we draaien met de. Met dit. Nee, ik draai hem vast. Nee, ik draai, dat kan niet. Ik dacht, ik draai hem even die motorblokje. Nee, dat gaat hem niet. Dat gaat hem niet worden. Kijk, dan draaien we gewoon met de hand. Kijk hier ook. Kijk hier. Kijk hoe het allemaal draait. Die kleppen, hoe mooi het draait. Het gaat weer. En dan gaan we weer die naar beneden. Dus alles draait gewoon super mooi. Als je hem eigenlijk in principe 4 slagen hebt gegeven, hij loopt nergens vast, dan is die goed. Kijk. Appa, sta mee. Alhamdulillah. Kijk. We hebben een paar draaien gegeven. En nu gaan we controleren of die wel goed staat. Kijk, ik draai nog een keer. Naar die 1. Staat op de 1. Staat hier super mooi. Precies. En nog controleren. Hier. Kom maar hier. Zuiger staat bovenaan. Als ik hier. Voel, zuigertje staat bovenaan, paal recht, hier goed. Dan gaan we de volgende controleren. Dat is nummer 2 weer, hè. En dan gaan we kijken naar nummer 2. Ik zet hem ongeveer zo. Kijk, ik kijk hier en daar zit hij precies. Hoppa. Dit, mooi, netjes. Dan gaan we kijken deze kant op. Dan gaan we kijken of de zuiger bovenaan staat. Hoppa, zuiger staat bovenaan. Alhamdulillah, we danken Allah voor de kennis die hij ons gegeven heeft. We zijn klaar met de Aprilia SFV 850 motorblok. Dus even een nieuw pakkentje hierop douwen. Even die aandekkeltje schoonmaken. We zijn klaar. Alhamdulillah. We zijn klaar, we zijn tevreden. Weer een blokje klaargemaakt. Netjes inpakken. Zetten we hem aan de kant. Als we hem nodig hebben, kunnen we hem pakken of iemand een blokje nodig heeft. Hebben we hem klaarleggen. Dus ja. We hebben netjes gemaakt, alhamdulillah, we zijn tevreden. We zijn zeer blij. Jongens, we gaan jullie verlaten. Tot de volgende.